Welkom bij Prul of Praal, de videorubriek op nu.nl, waarin we gadgets uit China bestellen en kijken of het wat is. Dit keer dit apparaatje waarmee je van een kraan met een draaiknop een automatische kraan maakt. Het opzetstukje moet op een kraan bevestigd worden, maar dat werkt niet bij elke kraan. Dus we gaan nu even op zoek naar een kraan waar die op past, om hem even uit te testen. Kom maar even mee. Ja, dit is dus al een automatische. Dit moeten we dus niet hebben, want dit is wat dit ding gaat doen. We hebben dus in het gebouw geen kraan die al niet van een sensor voorzien zijn. Maar buiten moet ergens zo'n kraan zijn die nog wel ouderwets met een draaiknop werkt. Is dat een kraan? We zijn toch weer binnen en misschien hebben we een kraan gevonden waar het op past. Maar die moet nog opengebroken worden. Hebben we nog ergens kranen waar het wel... Die heb ik zo los. Oh! Die heb ik er laatst opgezet. Nou, top. Dus die kan jij gebruiken. Fantastisch, dankjewel. We hebben een kraan. In het schoonmaakhok van Sanoma. In dit hoekje een kraan waar die hopelijk op past. Ik heb hier in de doos verschillende maten opzetstukjes. Dus ik hoop dat dan een van die opzetstukjes hier aan die kraan past. Ik probeer er gewoon even een paar. Wat is dit nou weer? Zat dit erin? Dit gaat hem worden. Als het goed is, kan ik hem er gewoon op klikken. Dan zit hij dan meteen goed. Tuurlijk gebeurt dit. Tuurlijk. Kijk, zie, hij zit heel los. Maar ik durf hem ook niet heel vast te draaien, want ik ben bang dat hij nooit meer afgaat. Volgens mij ook niet de bedoeling dat hij al aangaat zonder dat ik hem heb... Oh! Hey! Het werkt gewoon. Zo blijft hij dus aanstaan. Hij zit erop en hij werkt. En zo werkt het. Aan de onderkant zit de sensor en aan de zijkant. Die aan de onderkant gaat alleen aan als je hand er echt onder hangt. Zodra je hem weghaalt, gaat de kraan ook weer uit. Gebruik je die aan de zijkant, hou je hem gewoon even tegenaan, blijft hij gewoon aanstaan tot je hem weer aanraakt of na 3 minuten gaat hij vanzelf uit. Maar het werkt, dus zo maak je dus je gewone kraan automatisch. We gebruiken nu natuurlijk gewoon koud water, maar wil je warm water, dan zal je alsnog met de hand de warmwaterknop open moeten draaien. Om te zorgen dat die sensoren blijven werken, moet die af en toe wel opnieuw worden opgeladen. Zo haal je hem eraf met een gereedschapje wat je erbij krijgt. Zet je eronder. Hop. En dan zit hier aan de andere kant een USB-poortje die je open kan maken, waarmee je hem kan opladen. Wel even goed droog maken natuurlijk voor je hem gebruikt. Nou ja, en als die weer vol zit, klik je hem weer op. En zorg dat de kraan aanstaat. En dan, hè? Nou. Het is eindelijk gelukt om een geschikte kraan te vinden waar dit blok op past. Zorg er dus voor dat je zelf van tevoren even checkt of je ook een kraan hebt waar iets op te schroeven valt. Ja, die sensoren op zich werken echt prima en zorgen er ook nog voor dat je wat water bespaart. Dan het opladen. Je doet er 3 uur over met een mini-USB-kabeltje dat trouwens niet wordt meegeleverd. Ja, en hoe lang die dan meegaat is voor ons ook een beetje de vraag, maar bij ons is het in elk geval nog niet leeggeraakt. 19 euro voor dit apparaatje, maar ja, daarvoor maak je wel je kraan helemaal automatisch. Wil je dit prul winnen? Dat kan. Mail dan even naar prul@nu.nl en wie weet heb jij binnenkort zo'n wit blok aan je kraan hangen. Tot volgende keer!